Goedemiddag. De piloten en het cabinepersoneel van Brussels Airlines staken 3 dagen lang. Ze zijn ontevreden over de hoge werkdruk. 200 jongeren die van recreatiedomein De Neckar kwamen, mochten gisteren niet op de trein naar Brussel stappen. En Duitsland kondigde alarmfase af in het nationale noodplan voor de gasbevoorrading. De regering vraagt de bevolking om minder gas te gebruiken. Op de luchthaven van Zaventem is 60% van de vluchten van Brussels Airlines geschrapt door een stakingsactie van de piloten en het cabinepersoneel. Het gaat om 315 vluchten, waardoor zo'n 40.000 passagiers werden getroffen die allemaal op de hoogte zijn gebracht. Het personeel protesteert tegen de hoge werkdruk en de staking zal 3 dagen duren. Sommige vluchten kunnen wel doorgaan, dankzij de personeelsleden die wel aan het werk zijn. It's a problem with staff. Yes, yeah? Yes. We're understaffed and the rosters are too condensed. Piloten en cabinepersoneel van Brussels Airlines geven uitleg bij de pamfletten die ze aan passagiers geven. We willen hun uitleggen dat wij een management hebben die niet luistert naar ons. En dat is hetgeen dat we graag zouden willen. De directie luistert niet, zeggen ze. Ze vragen nochtans al lang om de werkdruk te verlagen. Een normale mens werkt 38, 40 uur tijdens een volledige week. Wij kunnen tot maximum 60 uur gaan. En die uren worden nu geprogrammeerd door een computersysteem dat eigenlijk geen rekening houdt met onze vermoeidheid. Met als resultaat dat we heel zotte roosters krijgen en dat we op den duur geen andere oplossing zien dan zelf af te bellen omdat we te moe zijn. De staking zat er al even aan te komen. Overleg en verzoeningspogingen tussen personeel en directie de laatste maanden draaiden telkens op niets uit. We hebben de voorbije maanden verschillende initiatieven genomen om de werkdruk te verlichten voor ons operationeel personeel. Hoe dan ook gaan we met die initiatieven verder en blijven we werken op het verlichten van de werkdruk. We hopen na deze staking ook opnieuw met de sociale partners in dialoog te kunnen gaan om samen te bouwen aan constructieve oplossingen. Het lijkt soms op een dovemansgesprek en uiteindelijk is de reiziger de dupe. In totaal worden vandaag, morgen en overmorgen 315 vluchten van Brussels Airlines geschrapt. Dat gaat om 40.000 passagiers. Wie niet kan vertrekken door de staking is hier ook niet vandaag, want iedereen werd op de hoogte gebracht. Andere vluchten zijn omgeboekt. Our flight got rescheduled. And because it was rescheduled, we were missing the connection flight. So we need to wait 11 hours in Munich. Maar niet al het personeel staakt. 218 geplande vluchten, of zo'n 40%, vertrekt wel ondanks de staking. Enorm veel stress gehad, alle dagen gekeken. Maar onze vlucht staat gepland. Wij gaan naar Corfu. Ja, goed opgevolgd eigenlijk. Goed opgevolgd, ja. Maar kei blij dat we bij de weinigen zijn die mogen vliegen vandaag. Dus. Terwijl die gelukkigen op reis vertrekken, houden zo'n 200 personeelsleden een stil protest voor de kantoren van Brussels Airlines. Dag Riaat. Op de luchthaven, 4 van de 10 vluchten gaan wel nog door. Dat wil toch zeggen dat redelijk wat van de mensen nog aan het werk is. Ja, inderdaad. Er was gezegd, de stakingsbereidheid is zeer groot bij het vliegend personeel. En dat zal ten dele ook wel juist zijn. Maar het is toch verrassend dat inderdaad 40% van die vluchten kunnen doorgaan. Het heeft er volgens mij mee te maken, Wim, dat we hier toch wel met wat groeiende frustratie zitten binnen het bedrijf, ook bij dat personeel zelf. We vangen meer en meer geluiden op van ook piloten, van cabinepersoneel, die zich toch niet kunnen vinden in wat er nu gebeurt, in dat spel. Want het is echt een spel tussen management en tussen die vakbonden. En die zeggen van, kijk, ons bedrijf is virtueel failliet, al 2 jaar. En als we die staking echt zouden doorduwen ten volle, dan blijft er eigenlijk niks meer over voor de toekomst. Eenzelfde geluid hoorde je hier op de grond, bij de mensen die hier achter mij aan de check-in zitten. Ze zeggen van, kijk, tijdens corona, Wim, hebben wij de zwaarste klappen moeten opvangen. Bij ons zijn de meeste ontslagen gevallen. Bij het vliegend personeel is al bij al ontzien. Ja, financieel inleveren. Ja, hogere werkdruk. Maar goed, de toekomst van het bedrijf staat op het spel. Dus ja, na deze staking zal je ook zien binnen het bedrijf, tussen al die verschillende personeelsgroepen, dat er toch vooral veel frustratie gaat overblijven. En gaat die staking nu voor een oplossing zorgen in het sociaal conflict dat toch al een hele tijd aansleept, hè?
Dat is een heel goede vraag. Ik probeer het wat te vergelijken, Wim. Als je thuis in je huishouden ruzie hebt met je partner, wordt vaak het advies gegeven. Ga even naar buiten, wandel 10 minuten om de blok, koel af, kom dan binnen, ga rond de tafel zitten. Wel, deze staking is net hetzelfde. Beide partijen zitten allebei in hun loopgraven, vinden op dit moment geen gemeenschappelijke oplossing. Dus ik denk dat ze beide rond de blok zullen moeten gaan lopen, een stuk langer dan 10 minuten. Maar ze zullen uiteindelijk aan tafel moeten gaan zitten, sowieso. Want er moet een oplossing komen voor die terechte verzuchtingen van de te hoge werkdruk. Want de zomervakantie, Wim, is nog niet begonnen. En het wordt echt wel de zomer van erop of eronder, financieel voor Brussels Airlines. Dus dit nog eens herhalen binnen 4 weken, binnen 5 weken, zou echt een absolute nachtmerrie zijn. Dus er is geen andere optie dan met elkaar toch te gaan praten. Dankjewel, Riaad. Een trein vanuit Antwerpen is gisteravond gestopt in Mechelen-Neckerspoel en niet meer doorgereden richting Brussel, omdat er spanningen waren met een groep van 200 jongeren die opstapten. Het ging om jongeren die van het recreatiedomein de Neckar kwamen. De treinbegeleidster voelde zich bedreigd omdat de jongeren niet gecontroleerd wilden worden, zegt de NMBS in een schriftelijke reactie op wat er gebeurde. En ik citeer, de treinbegeleidster van een IC-trein van Antwerpen naar Brussel werd woensdagavond op het perron van Mechelen-Neckerspoel geconfronteerd met een groep reizigers die niet wilden gecontroleerd worden. De treinbegeleidster voelde zich geïntimideerd. Ze heeft daarna de dienst stopgezet en de reizigers zijn met een andere trein naar Brussel gereisd, zegt NMBS-woordvoerder Bart Krols. En de provincie Antwerpen neemt intussen strengere maatregelen voor al haar recreatiedomeinen, dus ook voor de Neckar in Mechelen. Ze hoopt daarmee incidenten te kunnen vermijden. Afgelopen zaterdag probeerden jongeren in recreatiedomein de Neckar over het hek te klimmen, hoewel het domein volzet was en er niemand meer bij kon. Er was ook sprake van vechtpartijen. Om incidenten te vermijden zijn er voortaan nieuwe regels. Het belangrijkste daarvan is dat je alleen nog online een ticket kan kopen. Dus je kan niet meer gewoon naar de kassa komen in de Neckar om een ticket aan te schaffen. Dat moet alleen online gebeuren. We hebben een beperking ingevoerd op grote groepen. En we hebben onze maximumcapaciteit voorlopig tot na het weekend teruggeschroefd tot 3000 personen. Wie binnenkomt moet zijn identiteitskaart tonen, maar die wordt niet geregistreerd. De provincie bekijkt nu of er binnenkort ook echte identiteitscontroles kunnen gebeuren. We bekijken ook of we tijdslots moeten invoeren, want we beseffen wel als je een ID-controle gaat doen, dat daar ook wel wat praktisch komt bij kijken, dat dat een wachtrij zou kunnen creëren. En we bekijken ook extra camerabewaking op ons domein. Vanochtend was alles rustig in de Neckar. De uitbaters hopen dat dat zo blijft. Het is wel zo dat er, laat ons zeggen, bijna 5000 mensen hebben genoten van ons domein afgelopen weekend. En dat er een aantal, tientallen of honderden jongeren daar eigenlijk misbruik van hebben gemaakt. En dat dat jammer is dat die daar de rust verstoren voor de anderen. De Orde der Artsen was niet op de hoogte van de inhoud van de zaak tegen de kinderarts uit het West-Vlaamse Zetelgem. De pediater is aangehouden voor voyeurisme en het bezit van beelden van kindermisbruik. Bij een huiszoeking in zijn praktijk vonden speurders bestanden terug waarop mogelijk beelden van misbruik staan. De politie zou ook stiekem gemaakte opnames gevonden hebben van jonge patiënten die door hem werden onderzocht. De Orde wist dat er een onderzoek liep, maar kende de details niet. Ze waren wel aanwezig bij de huiszoeking. Er staat gewoon iemand bij van de Orde. Dus in feite geeft die een arts dan het stuk of de elektronische drager aan een arts en die geeft het aan de politie en die steekt dat dan in een verzegelde envelop en ze zijn weg en dat gaat naar de griffie. En op het einde, als het gedaan is, stuurt de griffie dat stuk terug naar de Orde en wij bezorgen dat terug aan de arts. Dus jullie weten eigenlijk niet waarom de politie daar is? Jawel, er staat iets heel vaag op het document. In dit geval zou dat dan... Op een specifieke casus moest ik het weten, maar ik weet het niet. Dan zou ik u dat niet mogen zeggen. Het KB 79 zou mij strafbaar stellen als ik over een lopend onderzoek zou spreken. De zaak Sandadia zal pas volgend jaar in maart behandeld worden door het Hof van Beroep in Antwerpen. Het proces in eerste aanleg in Hasselt was in april stilgelegd nadat de familie van Sanda en het parket beroep hadden aangetekend tegen een uitspraak van de rechter daar. De rechter in eerste aanleg had namelijk gezegd dat ze niet over de volledige meerdaagse doop van studentenclub Reuzegom kon oordelen.
De familie van Sandadia verlaat het Hof van Beroep in Antwerpen met een dubbel gevoel, zegt hun advocaat Sven Marie. Want vanmorgen werd beslist dat de zaak hier pas over 9 maanden kan worden behandeld. De eerste berichtgeving, als je die datum hoort, hè, we zijn dan terug, ettelijke maanden verder, komt heel hard aan. Als je het aan mensen dan uitlegt, dit zijn zeer serene mensen die begrijpen, maar zelfs in moeilijke omstandigheden begrijpen zij. Dus het is een moeilijke omstandigheid, maar zij weten dat het de laatste rechte lijn zal zijn, waarschijnlijk. De laatste rechte lijn, want het is mogelijk dat het dossier niet meer terugkeert naar de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt. Dat is toch de conclusie na de zitting van morgen van sommige advocaten van de 18 reuzengommers die terecht staan. Wij zijn een aanleg kwijt. Wij kunnen en mogen ons blijkbaar niet meer verdedigen in eerste aanleg. Ik kan alleen maar acteren dat dat blijkbaar vandaag zo dat beslist is en dat ik dat betreur. Het Hof heeft op dit moment niets beslist, ook niet impliciet. Het is de werkwijze van het Hof om kennis te nemen van een volledig dossier om met kennis van zaken te oordelen over een hoger beroep. En dat hoger beroep gaat alleen over de uitspraak van de rechter in Hasselt tijdens de zittingen daar. Daarna zal duidelijk worden waar het proces over de dood van Sandadia wordt voortgezet. Steeds meer studenten klussen bij als jobstudent. Dat blijkt uit een jaarlijkse bevraging van de Randstadgroep. Vooral werken tijdens het schooljaar neemt sterk toe. Meer dan 7 op de 10 studenten doet dat nu, zeker sinds de coronacrisis. Ze klussen vooral bij om meer geld te kunnen besteden tijdens hun vrije tijd. Nu de examens voorbij zijn, komt Annas weer bijklussen in Volvocar Gent. Hij doet dat het hele jaar door en combineert het met zijn studie industriële wetenschappen. Als ik bijvoorbeeld een nachtshift werk en ik heb school om 9 uur, dan kan ik 4:45 naar huis gaan. Dus dan lig ik om 6 uur in mijn bed en dan slaap ik ongeveer 3 uurtjes voordat ik naar school ga. En dat is haalbaar? Dat is haalbaar, ja. Voor sommigen niet, voor sommigen wel. Dat is afhankelijk van persoon tot persoon. Volgens Randstad hebben nog nooit zoveel studenten ook tijdens het jaar gewerkt. De wetgeving is enkele jaren geleden versoepeld van een maximum aantal dagen per jaar naar een aantal uren. Voor ons laat het toe eigenlijk om heel kort in te spelen op bepaalde zaken in productie. Als we bijvoorbeeld op korte termijn meer mensen nodig hebben, kunnen wij in een pool van studenten gaan zoeken welke student er beschikbaar is en voor welke jobs. Veel bedrijven zijn op zoek naar mensen. En studenten zijn natuurlijk een welgekomen, flexibele poelen die ze dan ook kunnen inschakelen. En ook corona was eigenlijk een drijvende factor. In het najaar vorig jaar en in het voorjaar dit jaar was er veel personeelsuitval omwille van de Omicron-variant. Veel personen zaten in quarantaine. Al blijft het toch wel de uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen studeren en werken. Sommige werkgevers vragen het hen expliciet om toch tijdens de lessen te komen werken. Het is natuurlijk zaak van een goede planning te maken en voor jezelf uit te maken wat al dan niet haalbaar is. Net als veel studenten klust Annas vooral bij om meer geld te kunnen besteden aan kleding, hobby's en reizen. Hoeveel dagen kom je werken straks in de zomer? In de zomer 5 op 5. En geen tijd voor vakantie dan? De Volvo sluit ongeveer 2-3 weken. Dus daar zal wel vakantie tussen moeten komen. We hebben in Duitsland een störing der gasversorgung, zo is het definieerd. Daher is het erforderlijk. Deze alarmstufe auszurufen. U hoort het. Duitsland heeft de alarmfase afgekondigd in het nationale noodplan voor gasbevoorrading. Concreet betekent dat dat de Duitse regering de bevolking vraagt om minder gas te verbruiken. Zo wil Duitsland tekorten in de winter vermijden, omdat Rusland de toevoer van gas via de Nord Stream-pijpleiding fors verminderde. Volgens het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft dat te maken met onderhoudswerken en vertragingen door de westerse sancties. Maar Duitsland heeft het over een economische aanval van president Poetin. De Duitse minister van Economie onderstreept dat het om een belangrijke voorzorgsmaatregel gaat. Gas is van nu aan een knappes goed in Duitsland. Dat sage ik, die obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist. Der Markt ist also in der Lage, die Mengen, die benötigt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und auch die Speicher moderat anzufüllen, auf dem Markt zu besorgen. De Duitse beslissing heeft geen directe gevolgen voor de gasbevoorrading in ons land. Dat zegt de minister van Energie, Tiener van der Straten.
Uit overleg met gasnetbeheerder Flux is gebleken dat het niet nodig is om hier eender welke alarmfase af te kondigen. Maar, zegt de minister, dat betekent niet dat de situatie niet ernstig is. De kans is groot dat gas nog duurder wordt. En de Europese regeringsleiders die keuren vanmiddag de aanvraag goed om Oekraïne en Moldavië officieel kandidaat lid te maken van de Europese Unie. Op dit ogenblik praten de 27 leiders van de EU-lidstaten op de Europese top in Brussel over hoe 6 landen van de westelijke Balkan dichter bij de Europese Unie kunnen komen. De beslissing later vandaag om Oekraïne en Moldavië officieel het statuut van kandidaat lidstaat te geven, is historisch. Premier Alexander De Croo vindt dat Europa zo'n belangrijk signaal geeft, maar hij waarschuwt ook dat het lidmaatschap zelf nog niet voor onmiddellijk is. Het zal een zeer lang proces zijn. Het zal absoluut niet voor morgen zijn dat ze deel worden van Europa als een Unie. Er zullen heel veel hervormingen nodig zijn. Het is ook belangrijk voor ons dat die voorwaarden waaraan men moet voldoen om deel te worden van de Europese Unie, dat die natuurlijk gerespecteerd worden. Dag Rob Herwoud in het Europese hartje van Brussel. Dat Oekraïne en Moldavië nu officieel dat statuut krijgen van kandidaat-lid, hoe belangrijk is dat? Wel, het is toch wel een ommezwaai voor de Europese Unie in eerste instantie. In Oekraïne was al langer de wens om lid te worden van de Europese Unie. Denk maar aan die Europese vlaggen die er te zien waren in 2014 bij de Maidan-revolutie. Maar aan de Europese kant had men toch wel twijfels aan het leiderschap in Oekraïne, aan de vele corruptie in Oekraïne. En natuurlijk was men ook bang voor een Russische reactie. Maar na de Russische inval op 24 februari is er heel veel veranderd. Alles verandert eigenlijk. De Europese Unie steunt Oekraïne volop, levert zelfs wapens. Op 28 februari kwam er dan het formele verzoek van Oekraïne om lid te worden. En nu op een recordtempo, het is nog nooit zo snel gegaan, krijgt Oekraïne dus straks officieel die stempel van kandidaat-lid van de Europese Unie. Kandidaat-lid? Echt lidmaatschap? Dat is nog niet voor morgen, hè? Nee, dat kan nog heel lang duren. En ook nu wordt er gezegd, ja, kandidaat-lid, dat is goed. Maar de volgende stap, het beginnen van onderhandelingen, daar ga je toch nog heel veel voor moeten doen in Oekraïne. De rechtsstaat moet daar behoorlijk functioneren. Er moet corruptie worden aangepakt. En er zijn landen die al heel lang kandidaat-lid zijn en daar nog altijd op wachten op die volgende stap. Noord-Macedonië is al 17 jaar kandidaat-lid. Albanië is al 8 jaar kandidaat-lid en wacht nog altijd om te kunnen beginnen met onderhandelingen. De Albanese premier zei hier vanmorgen aan de Oekraïners, ja, maak u niet te veel illusies over dat kandidaat-lidmaatschap. Nu, aan de Europese kant beseft men wel dat die wachtkamer, waar nu toch wel al heel veel landen in zitten om lid te kunnen worden van de Europese Unie, dat ze daar toch wel meer aandacht voor moeten hebben. Misschien meer landen naar zich toe trekken, ervoor zorgen dat er echt werk wordt gemaakt van die onderhandelingen. Omdat je ook ziet dat Rusland en China bijvoorbeeld in de Balkan proberen aan invloed te winnen. En er wordt ook nagedacht hier later vandaag tijdens het diner van de regeringsleiders over hoe dat nieuwe Europa vormgegeven kan worden met landen die aan de ene kant lid zijn van de Europese Unie, maar misschien ook een band ontwikkelen met landen die geen lid zijn, wel willen worden of geen lid willen worden, maar wel nauw willen samenwerken met de Europese Unie. Dus er wordt hier vandaag echt wel nagedacht over die nieuwe geopolitieke toestand waarin Europa en de Europese Unie zijn terechtgekomen na die Russische invasie. Dankjewel, Rob, voor je uitleg. In Afghanistan wordt geprobeerd om zoveel mogelijk noodhulp te mobiliseren voor de getroffen regio's na de zware aardbeving daar. Door de ramp kwamen er in en rond de provincie Paktika zeker 1000 mensen om het leven. De extremistische Taliban, die aan de macht zijn in Afghanistan, klagen over een tekort aan middelen en rekenen nu op de steun van de internationale gemeenschap. Een graafmachine is er niet en dus zoeken mensen met eigen handen naar slachtoffers. Zo verlopen de reddingsacties momenteel in de getroffen dorpen in het oosten van Afghanistan. Heel wat burgers hebben geen opvang en moeten slapen onder de blote hemel. De
Het is een hachelijke onderneming om hulp bij alle slachtoffers te krijgen. Vanuit de lucht is te zien hoe moeilijk het gebied te bereiken is. Vele wegen zijn bovendien overstroomd na hevige regenval de voorbije dagen. Toch begint hulp mondjesmaat aan te komen. We werken met anderen om te zorgen dat al de health, water en sanitation, food, the revitalization of people's livelihoods goes on, not only in the short term, but the medium term, so that we can effectively deal with this devastating earthquake, which is the worst in 20 years in Afghanistan. Het blijft afwachten in hoeverre de Taliban met de internationale gemeenschap willen samenwerken. Sinds de machtsovername vorig jaar werd de geldstroom naar Afghanistan beperkt. Ook heel wat internationale organisaties hebben zich teruggetrokken uit het land. Dag Ruben. Minder goed nieuws vanmiddag voor het kamp van Wout van Aert, want hij moet forfait geven voor het BK in Middelkerk op zondag. Ja, absoluut. Vanwege een blessure aan de knie. En dat komt redelijk ongelegen. Uiteraard voor dat BK, maar ook de Tour. Want die loert om de hoek. De Tour die komt er stilaan aan op 1 juli, vrijdag 1 juli. Dat is toch al volgende week. Maar die zal wel niet in het gedrang komen. Wel is zeker dat hij zijn Belgische driekleur aanstaande zondag niet zal kunnen verdedigen. Een driekleur die Van Aert vorig jaar won in Waregem. En hij was topfavoriet om zijn titel te verlengen. Van Aert heeft op stage zijn knie bezeerd. Na de Dauphiné trok hij namelijk naar Tignes. En daar op training moet het dan gebeurd zijn, het onheil. Omdat er de voorbije dagen wat irritatie optrad, heeft Van Aert beslist zondag niet te starten. Hij las dus een korte rustperiode in, zodat de Tour en zijn jacht op de groene trui niet gehypothekeerd wordt. We gaan hem dus ook niet zien vanmiddag op het BK tijdrijden, maar het was sowieso al gepland. Het BK vanmiddag wordt een strijd tussen Evenepoel, Lampaard en Kampenaert. Het BK tijdrijden dat plaatsvindt in Gavre en dat van de vrouwen is ondertussen al afgewerkt. Lotte Kopecky is opnieuw Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Geen verrassing. Het is de vierde opeenvolgende Belgische titel voor Kopecky in het tijdrijden. De overmacht van de leading lady van het Belgische wielrennen is bijzonder groot. Kopecky vliegt voorbij een van haar grootste concurrenten, Julie van de Velde, die 1 minuut voor haar gestart is. Kopecky wint dus met meer dan een minuut voorsprong op Shari Bossuyt, die tweede wordt. Het brons is voor Britt Knaven. Ik ben niet bezig met records of zo, dus ik probeer gewoon elk jaar die titel te pakken. En, hoe meer, hoe beter, maar omdat het er nu op het einde van mijn carrière 10 of 7 zijn, ja. Die lijkt alleszins in vorm voor de Tour voor vrouwen die er straks ook aankomt. Na de Belgian Lions hebben ook de Belgian Cats het WK 3x3 goed ingezet. Gisteren 2 affiches en 2 keer raak. Eerst werd Vlot de Maat genomen van Mongolië en later op de avond ging ook Egypte over de knie. Vandaag is het opnieuw de beurt aan de mannen. Die moeten om 5:30 tegen een klepper van formaten, de Verenigde Staten. En om 9:55 tegen Oostenrijk. Dat is uiteraard allemaal live te volgen. Becky Messi, die tegen Mongolië al een sterke partij had gespeeld, opent de score voor de Belgen. En ook Julie van Loo, die in de openingsmatch wat makkelijke lay-ups had gemist, is dit keer van bij de start op de afspraak. Tijdens de ring, al is dat ook de verdienste van een sterk verdedigend Belgisch team. Ook het aanvallende samenspel van de Belgian Cats loopt beter dan tijdens de openingspartij. Julie van Loo gooit nog enkele bommen binnen en dolt soms met de tegenstander. Hier is Van Loo. Ja. Dit is, nu is ze helemaal los als dit lukt. Zij is de dirigent. Zij is ook de vrouw met de meeste ervaring. De Belgen winnen met 19-6 en zijn met 2 overwinningen nu al zeker van een plek in de volgende ronde. Ja, ik denk vooral dat we door de eerste match hebben we eigenlijk gewoon bekeken waar dat onze misverstanden zaten. En dan hebben we dat gewoon doorgetrokken naar hier en toch wel geprobeerd om het hier gewoon beter aan te pakken. En ik denk dat we dat wel juist hebben gedaan. Rafael Nadal wil volgende week absoluut het tennistoernooi van Wimbledon spelen. Dat lijkt evident, maar is het niet. Nadal sukkelt al lange tijd met een voetblessure en gaf toe dat hij op Roland Garros met een inspuiting speelde. Na zijn 14e overwinning in Parijs liet Nadal zich uitvoerig behandelen.
De pijn is inmiddels verminderd en Nadal is dus hoopvol om een derde overwinning op Wimbledon na te jagen. 8 medische professionals zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden na het overlijden van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. Ze worden verdacht van onopzettelijke doodslag met verzwarende omstandigheden. Ze riskeren een gevangenisstraf van 25 jaar. Diego Maradona stierf anderhalf jaar geleden op 60-jarige leeftijd in een privéwoning ten noorden van Buenos Aires. Een paar weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan. Dichter bij huis hebben we vandaag Felice Mazou aan het werk kunnen zien. Mazou ruilde Union enkele weken geleden voor Anderlecht en is daar deze week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Vanochtend leidde Mazou de training. In de namiddag wordt de coach officieel voorgesteld aan de pers. Meer daarover in ons journaal van 7. Bangelijk moment gisteren op het WK zwemmen in Boedapest. De individuele finale van het synchroonzwemmen werd opgeschrikt door een incident met de Amerikaanse zwemster Anita Alvarez. Wat gebeurde er? Wel, de 25-jarige Alvarez raakte gisteren bewusteloos na haar oefening en zonk meteen naar de bodem van het bad. Haar trainster zag het gevaar, dook haar poulain achterna en haalde haar uiteindelijk boven. Ondertussen gaat alles gelukkig weer goed met Alvarez. Het zijn beklijvende beelden. De Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez ligt bewusteloos in het water en zinkt naar de bodem van het zwembad. Na haar individuele oefening verloor de 25-jarige zwemster het bewustzijn. Gelukkig ziet haar coach Andrea Fuentes het gevaar. Ze twijfelt geen seconde en duikt het water in short en t-shirt. Aan de Spaanse sportkrant Marca legt ze uit wat er gebeurde. Het was heel beangstigend. Ik sprong in het water omdat de redders het niet deden. Ze begrepen mijn geroep niet. Ik zwom zo snel ik kon, als was het een Olympische finale. Ik was bang, want Anita ademde niet. Ondertussen was er nog een man in het bad gesprongen om de coach bij te staan. Met z'n tweeën kregen ze de drenkelingen op de rand van het zwembad. Alvarez werd op een brancard afgevoerd naar het medische centrum van het ziekenhuis. Haar ploegmaats en toeschouwers bleven in shock achter. Wat later kwam wel een geruststellend communiqué van het Amerikaanse zwemteam. Anita is oké. De dokters hebben alle vitale functies getest en alles is normaal. Hartslag, zuurstof, suikerniveau, bloeddruk, etc. Alles is in orde. Anita voelt zich goed en de dokters zeggen dat ze in orde is. Alvarez zal vandaag rusten en hoopt vrijdag mee te kunnen doen aan de teamwedstrijd. Al moet ze dan wel eerst groen licht krijgen van de dokters. Ja, beklijvend. Nog heel even zeggen dat vanaf 2:10 op 1 het BK tijdrijden bij de mannen te volgen is. Prima, dankjewel Ruben. En we gaan meteen afronden hier. Ook vandaag is er Villa Politica vanuit de Kamer vanaf 3:15 op Canvas is dat. En wij begonnen dit journaal met de staking bij Brussels Airlines 3 dagen lang. Vandaag is alvast 60% van de vluchten geschrapt. Dat treft 40.000 passagiers. Dank voor het kijken. Mooie donderdag verder. Our flight got rescheduled and because it was rescheduled we were missing the connection flight. Wij kunnen tot maximum 60 uur gaan en die uren worden nu geprogrammeerd door een computersysteem dat eigenlijk geen rekening houdt met onze vermoeidheid. We are understaffed and the rosters are too condensed. Er moet een oplossing komen voor die terechte verzuchtingen van de te hoge werkdruk, want het wordt echt wel de zomer van erop of eronder financieel voor Brussels Airlines.